Hallo, mijn naam is Lindsay en vandaag is het eindelijk zover. Na iets meer dan een jaar is eindelijk het busstation van Metro Spijkenisse klaar. Het is helemaal vernieuwd en ja, er is een feestelijke opening. Dus laten we gaan kijken. Goedemiddag allemaal. Welkom allemaal. Het nieuwe busstation van Spijkenisse Centrum is klaar. En daarom heet ik u dus in ieder geval heel erg welkom op deze feestelijke en officiële opening. En ik doe dit niet alleen. Ik sta hier samen met mijn collega-wethouders, die zich inmiddels een beetje hebben verschanst tussen het publiek. Martijn Hamerslag en Jan-Willem Meijnans. En dit is echt een groot project geweest wat we met elkaar hebben gedaan. En die reconstructie is dan ook een onderdeel van de reconstructie van dit hele gebied. De oplevering van het nieuwe busstation in Spijkenisse is een eerste stap richting een grotere transformatie van Nissewaard. Vanuit het programma Nissewaard naar 2040 wordt volop geïnvesteerd in wonen, werken en bereikbaarheid. Het metrobusstation Spijkenisse Centrum is een belangrijk knooppunt voor de hele regio, met dagelijks duizenden reizigers van voor naar Putten met Rotterdam en terug. Dankzij een investering van 10 miljoen euro door de metropoolregio Rotterdam-Den Haag wordt het station compleet heringericht en vandaag is het de officiële opening van het busstation van Metro Spijkenisse. Mirjam reed met de bus door het lint waardoor het nieuwe busstation geopend werd. Nou, het busstation is eindelijk klaar. Na iets meer dan een jaar is het nou eindelijk de officiële opening. Wat vind je ervan? Ja, heel mooi. Ik loop langs natuurlijk. Als ik naar de metro boven ga natuurlijk. Wel mooi hier met de bus. Wel mooi. Nou, het busstation in Metro Spijkenisse is eindelijk klaar. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het fantastisch. Ik woon hier net 5 minuten vandaan, 10 minuten vandaan. Nou, wat fijn dat het inderdaad een verbetering voor u is. Ja, gewoon ook. Even wennen, maar dan op dat moment wil je eigenlijk, dan neem je gewoon nu altijd veel liever de metro. Bent u trots op het nieuwe metrobusstation? We moeten ook terug naar de vorige collegeperiode, waarin ook onze voorganger Igor Bal, met name ook met samenwerking van de MNDH, die heel veel geld ook in dit project heeft gestopt, het mede mogelijk heeft gemaakt. Ik ben ook van de openbare ruimte. Daar is ook veel geld vandaan gekomen. En je moet het in totaliteit zien. Heijmans heeft natuurlijk het werk verricht. Maar de MNDH, de RT, allemaal stakeholders en uiteraard ook de gemeente hebben hier een bijdrage aangeleverd. En we doen het voor de bewoners van met name ook Nissewaard. Maar zeker ook voor de regio. Want het is een heel druk bezocht OV-knooppunt. Ja, en daar zijn we super trots op. En nogmaals, wat er nu staat is al prachtig. Maar straks wordt het nog veel mooier. Als ook de beplanting en allerlei zaken eromheen straks ook nog netjes afgemaakt worden. Ja, het wordt veel groener natuurlijk en mensen kunnen dan lekker wandelen, denk ik. Ja, het is ook veel meer een verblijfplaats straks. Hè. Het geeft de mogelijkheid voor reizigers, maar ook voor andere bezoekers. En zeker ook met de plannen die we nog hebben om langer ook rondom een metrostation te verblijven. Ja, om rustig een bakje koffie te doen, een krantje te lezen, wat je maar wil. Ja, als je moet wachten op de metro. Maar ja, je kan natuurlijk ook gelijk naar huis gaan, want dat is iedereen vrij. Nou, het is wel prachtig en ik denk dat we heel erg ernaar uitkijken wat er nog meer komt. Ja, nou wij ook, maar er gaat nog heel veel gebeuren rondom dit metro knooppunt met de gebiedsontwikkelingen die nog op stapel staan. Super, dank u wel. Graag gedaan. Ja, wat was uw rol en hoe is het gegaan? Mijn rol was om eigenlijk de hele omgeving, dus dat zijn de bewoners, de ondernemers, maar ook belangrijke doelgroepen zoals Zuidwesten hier, allemaal op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het metrobusstation. Dus we hadden een app, de bouwapp, en elke week deden wij 3 keer in de week ongeveer berichtjes over de voortgang, de ontwikkelingen, leuke feitjes, leuke weetjes, hoeveel bussen rijden op het station. En eigenlijk een kijkje achter de schermen van hoe nou zo'n nieuw station in werking gaat. Hoe gaat dat? Wat moeten de mannen doen en wat doen we binnen? Wat is het ontwerpteam? Dus ja, en dat heb ik allemaal even naar buiten gebracht. We hebben mensen op de hoogte gehouden met brieven, met social media advertising, met video's, zodat iedereen wist waar en ze op welk moment iets konden verwachten.
Nou, dat lijkt me best wel een uitdaging. Zijn er dingen waar u tegenaan bent gelopen of ging het eigenlijk best wel goed, vlekkeloos? Nou, in de infra is het zo dat natuurlijk de planning heel snel kan veranderen. Dus ja, we zijn natuurlijk hebben we ook dingen geleerd in het project. En met name de voetgangers en de mensen met een beperking die ook allemaal liepen, daar hebben we wel wat extra aandacht aan besteed. Omdat we merkten dat die voetgangers oversteekplaatsen als er een keer een bordverkeer stond. Dat moest wel goed staan, omdat ja, die bereikbaarheid is gewoon heel belangrijk. Nou, volgens mij mag je best trots zijn op hoe het is geworden. En het wordt nog mooier, hoorde ik. Dus ja, superleuk. Dankjewel, graag gedaan. Nou, hallo mevrouw. Hoe is het metrostation in Spijkenisse Centrum, het busstation, hoe is dat verbeterd voor uw persoonlijke situatie? Nou, in principe is het, was het vorige busstation ook al wel goed. Maar er zijn nu veel meer extra dingen aangebracht voor mensen met een visuele beperking. Zo zijn de haltes geletterd en genummerd, zowel voelbaar als in braille, als zichtbaar. En elke haltepaal heeft een knopje waarmee wij de paal kunnen laten spreken. Zodat we ook weten wat jullie kunnen zien. Van over zoveel minuten komt lijn 87, 106, noem het maar. Nou, fijn. Vind je het een verbetering ten opzichte van het vorige? Ja, is veel beter, hè? Ja, zeker. Veel beter. Netter, mooier. Ja. Ja, zeker waar. En wat vind je nou beter dan het vorige? De indeling van de bussen, die duidelijk is. Gewoon verspreid, gewoon rondom het centrum. Ja, is beter. Duidelijk. Ook voor de mensen die wat minder reizen en moeite hebben met reizen, is het ook duidelijker. Ben je de coördinator van het project? Ja, klopt. Hoe is het verlopen? Je hebt volgens mij tot een zweet hier aan gewerkt, denk ik. Ja, hoe is het gegaan? Goed, ja, het is goed gegaan. We zijn inderdaad 2 jaar geleden begonnen met het ontwerp, samen met de gemeente. We hebben het definitieve ontwerp uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp, dat was onze opdracht, en daarna de uitvoering. En dat is heel goed gegaan, een goede relatie opgebouwd met de gemeente en alle andere stakeholders, zoals een EBS en de veiligheidsregio. Ja, en hebben we hier een mooi werk kunnen maken. En we zijn nog bezig, want hier zie je nog dat we zelfs vandaag nog aan het werk zijn, tot met maart volgend jaar. Ja. Nou, wauw, ik heb superveel respect voor jullie dat jullie het allemaal zo hebben gedaan. En ja, het ziet er super mooi uit. Ja, ja, dankjewel. En het wordt nog veel mooier als we hier het najaar de beplanting nog aan kunnen brengen. Bomen, planten en hier het park nog opnieuw kunnen inrichten. Dan wordt het alleen maar mooier. Ja, want volgens mij was het doel ook inderdaad om het groener te maken, dus dat komt nog. Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, in het najaar als we weer kunnen planten. Ja. Ben benieuwd. Ja. U had het al een beetje besproken in uw speech, maar wat is het speciale doel? Ja, wij hebben het slogan, wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving. Dat wilde zeggen dat we als Heijmans vinden dat we ergens waar we bezig zijn mooier achterlaten dan we begonnen. Als dank voor ook de mooie opdracht en de samenwerking hebben we ook een bijenhotel achtergelaten. En dat noemen wij bij Heijmans de Bijmanswan. Dat is een concept die is vernoemd naar een Heijmanswan principe. Dat is een tiny house bij ons bij Heijmans vastgoed en wonen. Dus dat staat hier achter u. Wat mooi. Ja, bijen zijn zeer zeldzaam, dus dit is super. Belangrijk voor een duurzame leefomgeving, denken wij. Nou, super, dankjewel. Graag gedaan.